Hoi en welkom bij een nieuwe video. Huh? Een extra video op maandag en geen vlog? Klopt, geen vlog, wel een extra video vandaag. Ik had zo dermate weinig gevlogd die dag dat ik dacht van ja, dit kan ik gewoon niet uploaden. En dan ga ik liever voor een extra video. En dan kom ik ook meteen nog even met het volgende voorstel. Want ik zit er al een tijdje aan te denken om één dag in de week vlog vrij te houden. En daarop dus ook een extra video te plaatsen in plaats van een vlog. En dat is niet zozeer elke week dan standaard dezelfde dag. Maar dat zou echt te maken hebben met een dag dat ik echt niets te doen heb. Of dat ik alleen maar aan het editen ben. Laat me weten wat je ervan vindt. Betekent niet dat het volgende week al meteen zo gaat. Soms heb ik gewoon van die dagen erbij zitten dat ik denk, ja. En ik weet wel dat die dagen er ook gewoon bij horen. En die dagen zullen jullie ongetwijfeld ook wel eens zien. Maar ik wil die niet te vaak laten zien. Dat ik de hele dag aan het editen ben of wat dan ook. Mocht je overigens geboren, gehamer, geklop, weet ik veel horen. Ze zijn hier volop aan het bouwen. En de laatste dagen lijkt het alleen maar erger te worden. Ik ga een klets- en oppaakvideo met jullie doen. Maar niet zomaar, want ik zit al de hele tijd naar beneden te kijken. Ik ga dit doen samen met het boek Elke Dag een Vraag. Een dagboek voor 5 jaar. En dit boek heb ik het cadeau gekregen van mijn lieve vrienden Wesley en Carlijn. En hierin staan voor 1 jaar lang aanvragen. En nou ga ik hem gewoon willekeurig openklappen. En dan ga ik vragen beantwoorden terwijl ik mezelf ga opmaken. Ik dacht, dat is wel grappig. Ga ik me ondertussen opmaken. En ik denk bij elke stap dat ik mezelf opmaak. Dan doe ik zo meteen de primer op. En dan ga ik een vraag beantwoorden. En dan doe ik de foundation op. En dan beantwoord ik een vraag. En zo gaan we dan verder. Oké, goed. We beginnen met de eerste vraag. En ik heb een vraag opgeklapt. En dat is, hoe draag je je haar het liefst? Ik droeg vroeger altijd mijn haar in de staart. Dat was gewoon puur omdat ik eigenlijk best wel lui was om iets met mijn haar te doen. De laatste tijd draag ik het eigenlijk wel het allerliefste los. Los en dan met de krul erin en dan gewoon een beetje speels. Dit is ook wel leuker. Ik ga nu de foundation doen. Ik gebruik altijd de Estée Lauder Double Wear Foundation en Dior Forever. Deze is bijna op, maar ik heb ook gelukkig gewoon een reservepotje. En dan gebruik ik in de zomer gebruik ik 0,30, maar nu gebruik ik echt alleen 0,20 om hem ietsjes lichter te maken nog. Ik heb een beauty blender en hij is mintgroen. Alleen aan deze kant natuurlijk niet meer. Oké, de volgende vraag, dat is, even kijken. Als je al je bezittingen weg zou moeten doen behalve 1, wat zou je dan houden? Ik weet niet echt of Pip in die zin ook een bezitting is. Anders natuurlijk Pip. Maar als je huisdieren en je vriend en iedereen zeg maar die in je huis is, alles wat leeft, dat dat dan met je meegaat, dan neem ik die heel graag mee. En dan, ik denk mijn laptop, dat ik die mee zou nemen. Dat ik daar wel de grootste waarde aan hecht. Of aan mijn harde schijf. Ik denk eerder eigenlijk mijn harde schijf, want daar staan eigenlijk al mijn belangrijke dingen van mijn laptop op. Het is allemaal zo materialistisch, weet je wel. Op zich kan je het allemaal wel vervangen, maar op mijn harde schijf staan ook allemaal beelden nog van mijn zus. En daar, ja, ik zou sowieso een moeilijk afscheid kunnen nemen, want ik heb ook allemaal foto's en zo, fotoboeken. En daar zou ik ook niet echt afscheid van willen nemen. De foundation zit erop. Ik haal altijd de foundation die op mijn hand zit meteen weg met een watje waar ik dan een heel klein beetje micellair water op heb gedaan. Hey, dit is mijn verjaardag, 22 juni. Wie heeft je vandaag positief verbaasd? Vandaag is het nog niet zo heel lang begonnen, dus... Nou, ik denk UPS. Die stonden net namelijk aan de deur en ik heb mijn Apple Watch gekregen. Maar het is vandaag, als ik dit opneem, is het de 6e, geloof ik. En dat is wel vrij vroeg natuurlijk. Dus hij heeft me wel positief verrast. En de volgende vraag is, ben je wel eens overwerkt geweest? Als in overspannen, denk ik. Nee, daar ben ik nog nooit geweest. Ik denk wel daarheen, maar dat heeft niet echt met werken te maken. Als in dat ik overspannen was van mijn werk, maar wel van stress. Of kan dat dan niet? Ik heb er geen verstand van, maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment wel echt een beetje zorgen maakte om mezelf. Omdat het gewoon niet echt goed met me ging. Vanwege stress die ik had en waar ik niet zo goed mee kon omgaan. Wat vind je erger, de dood of nooit meer met iemand kunnen praten? Valt praten dan onder gewoon zo praten met elkaar? Dan kan ik sowieso mijn werk al niet meer doen. In principe zijn er natuurlijk wel nog meer manieren om te communiceren met elkaar. Denk aan WhatsApp of denk aan gebarentaal. Betekent niet zo dat wanneer je niet meer kan praten dat je leven meteen voorbij is. Ik denk dat ik dan toch zou kiezen voor niet meer kunnen praten, al zou ik dat wel heel erg vinden. En het typische aan het boek is dat je dus over 5 jaar ga je hierop terugkijken. En dan heb je dus voor 5 jaar lang beantwoord je elk jaar op dezelfde dag dezelfde vraag. En dan ga je kijken of jouw mening verandert in 5 jaar. Ik ga nou mijn wenkbrauwen doen. Die moet ik trouwens ook echt even laten doen. De volgende vraag is, heb je aardige buren? Ja, we hebben wel aardige buren. We spreken onze buren verder niet heel veel. Deze vraag vind ik ook wel grappig. Wat is je ochtendritueel? Ik wil sowieso nog een keer
een morning routine opnemen. En toen wilde ik heel graag een echte morning routine opnemen. Als in zonder al die mooie shots en gewoon met haast. Maar eigenlijk altijd als ik wakker word, dan word ik... Ik sta dan direct wel op, omdat Pip dan wel per direct naar buiten toe moet. Dus ga ik wandelen. En dat doe ik meestal echt in mijn kloffie. Als ik thuis kom, trek ik mijn badjas gewoon weer lekker aan. Maar dan zet ik een kopje thee en dan kruip ik achter mijn laptop. En als het ook een beetje een acceptabele tijd is voor Milan om wakker te worden, dan ga ik cappuccino voor Milan zetten. Zodat we dan samen zeg maar op kunnen staan. Ik haat wenkbrauwen gewoon zo erg. Ik vind het zo mooi als mensen echt van die wenkbrauwen hebben die helemaal on fleek zijn. Al vind ik het wel beter hoe ik ze nu doe dan hoe ik ze deed toen ik nog op kamer woonde. Of überhaupt iets langer geleden. Toen was het echt schandalig. En eigenlijk gebruik ik ook veel te veel concealer ervoor. Oh, eigenlijk moeten we nu ook weer een nieuwe vraag. Wat is je motto voor vandaag? Mijn motto voor vandaag is... relax. Dat is echt mijn motto eigenlijk. Want ik moet nog best wel wat doen. Maar ik denk dat als ik gewoon relax, dat ik het allemaal echt wel afkrijg. Ik kom namelijk verder met motivatie als... Dat ik kom verder als ik gewoon relaxed aan kan doen. Dan wanneer ik helemaal gestrest iets moet doen. Dan kom ik uiteindelijk helemaal niet ver. Dus dat heeft ook helemaal geen zin. En dan de whimpers. Volgende vraag. Welk wereldnieuws heeft je heel erg aangegrepen? Ik kijk bewust geen nieuws. Heel vaak zegt mijn moeder ook. Ja, maar je moet toch een beetje weten wat er gebeurt in de wereld. En bladibladibla. Maar ik kijk geen nieuws omdat ik daar niet vrolijk van word. Ik snap wel dat het goed is voor je ontwikkeling en voor je algemene kennis om te weten wat er gebeurt in de wereld. Aan de andere kant denk ik van ja, wat heb ik eraan? Ik word alleen maar bang van al die berichten die op het nieuws verschijnen. En als er echt iets ergs aan de hand is, dan krijg ik wel een pop-up melding van nu.nl. En natuurlijk zie ik hier en daar wel eens wat berichten en hoor ik wel eens wat. En ja, welk nieuws heeft me het meeste aangegrepen? Ja. Ik denk dat nu voornamelijk natuurlijk alle aanslagen me enorm aangrijpen. Dat ik dat heel erg vind dat dat gebeurt. En dat ik heel bang zijn. En dat ik heel bang ben of wij dat in Nederland. Of dat wij in Nederland dan wel veilig zijn. En een volgende vraag. Wie is je grootste inspiratie? Ja, ik vind iemand die wel echt een voorbeeld voor me is, dat is Chris van Houten. Dat is waarschijnlijk ook absoluut niet nieuw voor velen van jullie als je mij al wat langer volgt. Maar of zij direct echt mijn inspiratie is, dat weet ik niet. Omdat ik denk dat ik mijn eigen inspiratie ben. Ik heb niet echt iemand wie mijn inspiratie is. Ja, ik weet niet. Ik vind het een lastige vraag dit. Dus gaan we door gewoon met de volgende. En dat is, wat gaat nooit lukken? Nou, die kan ik wel meteen beantwoorden, want dat is wereldvrede. Dat gaat gewoon nooit lukken. Vind je dat je de wet mag overtreden om iemand te redden en waarom? Stel nou bijvoorbeeld dat is er ook hè. Als je iemand inbreekt in je eigen huis en zou diegene zeg maar, ja weet ik veel, in elkaar slaan met de dood als gevolg, dan ben jij schuldig. Terwijl diegene in jouw huis is. Een ambulance overtreedt toch ook de wet in die zin? Dat je door rood rijdt en dat je zo hard mag rijden en zo. Dus wat dat betreft overtreden we sowieso de wet als we een leven moeten redden. Dus ik denk dat mijn antwoord ja is daarop. Al zou ik zo snel niet een voorbeeld kunnen bedenken. Oh, ik ga mijn lipstick aanbrengen en ik gebruik altijd Velvet Teddy van MAC. En waar zou je makkelijk zonder kunnen? Uitgaan. Daar zou ik heel makkelijk zonder kunnen. Ik vind het wel leuk om op z'n tijd een keertje te gaan feesten of zo. Maar het is niet zo dat ik daar echt wekelijkse of überhaupt maandelijkse behoefte aan heb. En ik zou ook heel makkelijk zonder televisie kunnen. Daar ben ik ook wel simpel in. Nou, mijn haar heeft net gewassen. Het is weer helemaal niks. Oké, ik ga nog parfum op doen. En dan beantwoord ik de allerlaatste vraag. Oh nee, we gaan ook nog heel veel dit. Dus nog twee vragen. Ik ga nu mijn smashbox aanbrengen. Wat staat er allemaal op je verlanglijstje? Op dit moment eigenlijk niks. Ja, hetgene wat ik nog wel heel graag wil. En ook dat heb ik wel vaker benoemd. Een iMac. Dat zou ik nog wel heel graag willen. En een nieuwe camera dan. En verder ja, staat er weinig op mijn verlanglijstje. Ik heb heel veel gekregen voor kerst en met Sinterklaas. En ik ben eigenlijk heel tevreden. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. En de allerlaatste vraag, want hierna ga ik mijn parfum opspuiten. Dat is... Oh, deze. Zou je precies willen weten wanneer je doodgaat?
Dat is de laatste vraag. En heftig ook. Aan de ene kant ja. Omdat je weet dat je dan voor die tijd alles nog uit het leven kan halen wat erin zit. Aan de andere kant denk ik dat je helemaal niet moet weten wat de toekomst je geeft. Omdat je moet eigenlijk gewoon nu al leven alsof je zou denken dat je morgen dood zou gaan. Je moet gewoon zorgen dat je uit elke dag alles haalt wat erin zit. En natuurlijk, dat doe ik zelf ook niet altijd. Maar ik denk niet dat ik er heel gelukkig van zou worden om te weten wanneer ik exact dood ga. Dus nee, mijn antwoord is nee. Dan was dit mijn kletsen en opmaakvideo voor jullie. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Waar je dit boek kan kopen, ik heb geen idee. Deze vraag krijg ik heel vaak, maar ik heb dit boek zelf cadeau gehad. Dus ik ga hem zelf niet opzoeken. Maar elke dag een vraag heet dit boek en een dagboek voor 5 jaar. Zoek die op Google en dan vind je hem waarschijnlijk heel snel. Ik vul hem nu al niet dagelijks in. Soms vul ik hem een week niet in en dan vul ik voor een week lang vragen in. Ik vind het echt een heel leuk en creatief boek. Dus ik ben er altijd wel voor in van die doeboeken. Oké, goed. Ik hoop dat jullie het leuk vonden deze video. Morgen is er wel weer gewoon een vlog. De rest van de week is er gewoon wel weer een vlog. Maar ik hoop dat jullie dit even een prima oplossing vonden. Dan wil ik jullie nu heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie heel graag volgende week zondag om 3 uur met een nieuwe extra video. Doei! Of morgen om 6 uur met een nieuwe vlog. Doei!